Wibre van Haga, waarom willen ze massa-immigratie toelaten? Waarom hebben we deze mensen nodig volgens de EU? Ja, ik begreep zelf die psychose ook niet helemaal. Voorgaande massa-immigratiestromen zijn compleet mislukt. Hè. We hebben voldoende problemen daarmee gehad. Maar ten eerste is er helemaal geen rol voor de EU in dit verhaal. En ten tweede, we hebben voldoende arbeidspotentieel dat nog niet gebruikt wordt in Nederland. Dus ik begrijp niet waarom daar niet eerst naar gekeken wordt. Ja, sterker nog, er zitten ruim 400.000 mensen in de bijstand. Kunnen die mensen inderdaad niet gewoon aan het werk? Ja, nou, de bijstand, 360.000 mensen in de WW. Ik geloof in totaal zijn er 1,2 miljoen mensen die of niet aan het werk zijn of meer willen werken. Dus je hebt heel veel part-timers die meer kunnen werken. De arbeidsparticipatie onder vrouwen is lager dan in welk ander EU-land. De arbeidsparticipatie onder mensen met een migratieachtergrond is laag. Dus, en je zou ook nog allerlei innovatieve oplossingen kunnen bedenken. Maar wij doen helemaal niks. We kijken naar het buitenland en we gaan de vorige fouten herhalen. En dat is natuurlijk heel vreemd. Ja. Je hebt ook een handtekeningactie hiervoor opgestart. Kun je daar wat meer over vertellen? Ja, nou, absoluut. Kijk, het mooiste was natuurlijk als we dit soort samenlevingsveranderende acties van de EU, als we daar een referendum over zouden kunnen houden. Maar ja, D66 heeft het referendum afgeschaft. Dus bij gebrek aan een referendum hebben wij een petitie opgestart. Nou, dat hebben we al eerder gedaan en dat is heel succesvol. Dan kunnen mensen gewoon hun stem laten horen. En dan kunnen we laten zien dat wat in die verkiezingsprogramma's van de VVD en D66 en al die partijen is, dat wordt nu niet uitgevoerd. Er worden nu hele andere richtingen gekozen. En die zijn gewoon slecht voor Nederland. Ja, veel mensen die wij spraken lijken voorstander te zijn van deze plannen, dat het noodzakelijk is. Maar is dat ook zo? Nou, ik denk het niet. Ik spreek alleen maar mensen die er tegen zijn. Maar ik heb wel bijvoorbeeld Malik Asmani van de VVD gevolgd, die in het Europees parlement zit. Ja, nee, die is hartstikke voor. Dat is, dus er zijn veel politici voor. Hè, de hele linkerkant van de Kamer. Als je bij de VVD begint en naar links afdwaalt, dan zijn die er allemaal voor. Maar ik begrijp niet waarom gewoon niet naar ons eigen arbeidspotentieel wordt gekeken. Want dat zou je natuurlijk eerst moeten benutten. En als je dan naar de demografische ontwikkeling kijkt, dan zou ik zeggen, wacht gewoon 20 jaar. Want al die problemen die nu worden geschetst, die zijn over 20 jaar dan opgelost. En als je nu met massa-immigratie begint, dan heb je een probleem met je woningmarkt, je hebt een probleem met de zorg, je hebt een probleem met onderwijs. En bovendien de cijfers tonen aan dat de eerste anderhalf jaar dat mensen met een migratieachtergrond binnenkomen, is 95% zit in de bijstand. Dus daar heb je op de korte termijn niets aan.